Ik ben opgepakt volledig in panterprint. Hoezo? Ik had een heel leuk feestje gehad, een klein sapje gedronken. Maar waarom heb je geen bekeuring gehad? Ik denk omdat er twee mannelijke politici waren. Maar het waren wel agenten. Ja, het waren agenten. Ja. Dat het ineens Pieter is als typetje. Ja. Dames en heren, welkom bij Bluff, het programma hier bij Slam, waarin bekende mensen een verhaal vertellen. Maar of dit verhaal waar is of niet, daar gaan wij tijdens deze uitzending achterkomen. Want wie van deze drie hier blufte? Pieter, een echte TikToker? Ja, voornamelijk maak ik mijn content op TikTok. Vet. Ja. En wat voor content maak je? Grappige video's, comedy, typetjes. Ik wou dat ik dat kon. Ik ben daar te onzeker voor, denk ik. Gewoon doen. Is dat een beetje de nieuwe TikTok-trend, Roos? Gewoon doen en dan maar kijken wat eruit komt? Ja, ik denk het wel. Nou ja, mensen houden van realiteit, hè? Ja. De realiteit is vaak eigenlijk best wel gek, dus... Ja, dat is ook een beetje wat jij doet, toch? Volgens mij doen we dat met z'n drieën allemaal. Kan je een beetje bluffen? Ja. Ik denk dat ik wel kan bluffen. Ik kan wel goed liegen. Kun jij goed bluffen? Ik denk wel dat ik goed kan bluffen, ja. Ja? Ja, heel vaak hoor ik wel van, oh, ik wist niet dat jij eigenlijk een beetje een boefje bent, dus... Maar ben jij een TikToker? Want ik ken je natuurlijk van Rumach. Uh-huh. Je doet over het hele internet best wel wat dingetjes. Ja, inderdaad een beetje allrounder online. Maar TikTok is wel iets waar ik nu meer mijn focus op heb. En wat ik ook super leuk vind. Celiclaan van Londen 1. Ja? Ja? Kom maar. Ja? Lekker. Ik ben opgepakt volledig in panterprint. Ja, dat is... Dat is heel kittig. Ja, ik zie je dat wel doen. Maar waar was het? Dit was in Friesland. Friesland? Ja. Wel een hele aparte plek. Nou, daar kom je vandaan, eerlijk. Toch? Ja, daar kom ik vandaan. Okay. Ja, aparte plek, ja. Aparte plek, hou je pas op, hè? Ja. Dus ineens is heel Friesland apart. Ja, oprochte Fries hier, hè? Maar was er carnaval? Of was nee, het nee, was geen carnaval. Een feestje? Ik had een feestje, inderdaad. Van wie? Met een thema? Een klein themafeestje, ja, fout. Dus ik was volledig in rode donderskrullen, rode lipstick, half potje foundation, wimpers om mij weg te vliegen en de BH van mijn moeder gevuld met sokken. Zoveel tiet heb ik niet. Dus ja, dan fake je het maar. In mijn panterpakje. Ja, en je werd opgepakt? Ik werd opgepakt, ja. Hoezo? Nou, ik had een heel leuk feestje gehad, een klein sapje gedronken. Maar ik was ook op de scooter. Doe dit niet thuis, dit mag absoluut niet. Mm-hmm. Dus ik op mijn scootertje, ik had nog zin in een feestje. Rijd ik de politie tegemoet. Welk merk was je scooter? Een Sim? Sim, oh ja. En je weet wel heel goed. Ja, dat is mijn eigen scooter. Moest je vastzitten of wat niet? Nou, ik moest dus blazen en ik had ook geen helm op. Echt super dom. En toen zei ze, meisje, kom maar even mee. En je kwam er met een waarschuwing vanaf? Ze hebben mij thuis gebracht en ze vergaat bijna mijn rijbewijs te vragen, want die is een maand afgepakt. Maar ik heb geen bekeuring gehad. Helemaal niks. Maar waarom heb je geen bekeuring gehad? Ik denk omdat er twee mannelijke politici waren. Ja, die zagen jou wel zitten. Maar je wel agenten. Ik weet niet. Het waren agenten. Ja. Dat het ineens Pieter is als typetje. Ja, precies. Pieter, ik zie je twijfels. Ja. Kijk, voor 99% geloof ik dat het echt is. Want dit kun je elk weekend meemaken. Ja, maar je Pieter heeft gekke weekenden. Ja, blijkbaar. Maar, want ik zie het je gewoon echt ook doen. Ja. Die panterprint maakt het super geloofwaardig. Ja, precies. Dat maakt het geloofwaardig, ja. Twijfelen jullie nog, dan moet je dat nu vragen. En anders moet je inzetten en wil ik graag jullie antwoord weten. Lieg je? Ja, we vragen aan mij. Ja, dan mag je. Tuurlijk lieg ik niet. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, ik doe, ik kan inzetten. Ik ga inzetten. Ja, zet maar in, Pieter. Jij mag beginnen. 5K op de waarheid. Vijf op de waarheid. Ja. Je begint een voorzichtige bet. Oké, wacht, ik doe er eentje bij. Oh, dit is groepsdruk wat je doet, hè? Dat is groepsdruk. Ja, maar straks win ik het toch misschien terug. Ja. Dankjewel, okay. Pieter. Ja, ik doe er drie. Oh, nou, je zijn allebei echt wel van de uitschieters, ja, nee, ja, je moet gewoon eerst een beetje goed beginnen voordat je echt volledig half in gaat zetten. Want dat wil ik niet, dus ik zet 3. Mag ik er nog een re? Je wilt toch nog daar, denk ik. Jij mag doen waar je zelf zit. Ik maak er 10 van. Zo. 10? Ja. Zo. Hey, doe eens. Ja, ik blijf op 3. Ik doe niet aan groepsdruk. Roos? Ja, het is ook waar. Ook waar? Ja. Dus als jullie het fout hebben, gaan al die fiches, dus 13 in totaal, gaan die kant op. Ja. Nou, dan wil ik graag het antwoord weten. Is wel gebeurd. Ja. Cheers. Als dit niet was gebeurd, dan nog. Ja. Nou, als ik dit elke vrijdagavond doe. Feest dit. Dank
Dankjewel. Okay. Christel, ja. Pak jullie gewoon. Voelt goed. Was veel te doorzichtig dit, hè? Ja. Nou, wat doen jullie nou? Hij heeft een kwartier lang op twijfelen. Ja, maar dat, dat is hij. Dat ben ik niet. Ja, dat zat erin. Het kon iets beter. Ja. Het was gewoon zo... Ja, net als van, ja, ik heb een keer twee bakken kwark gegeten op een zondagmiddag. Wat zeg jij? Zo over. Nee, maar het is een verhaal wat gewoon... Wat jij meegemaakt. Het is een verhaal... Dat is echt een kutverhaal. Nou ja, nu zeg je kut, kijk, Het is een leuk... Gewoon weggaan, hè? Het is een leuke ervaring, zoiets. En weet je wat het mooie is? Dat hij net dus echt aan twijfelen was. En nu doet hij stoppen, want het is echt een kutverhaal. Dit gebeurt iedereen. Pieter is er zo eentje. Ik wist het zeker. Zijn jullie klaar voor ronde nummer 2? Ja. Ik ben aangevallen door een uil tijdens een luchtballonvaart. En wanneer was dit ongeveer? 2015. Met wie was je? Mijn vader, mijn broer en een vriend van mijn broer. Waar was je? Ging je opstijgen? Kwam je terug? In de Beemster. Ja, nee, dat vroeg ik niet. Was het tijdens het opstijgen? Toen ik aangevallen werd. Ja? Ja, toen hingen we naast Purmerend. Boven Purmerend. En welke kleur had de luchtballon? Weet je dat nog? Blauw. Oranje, het was eigenlijk zo'n palet van alle kleuren. Hoe viel dat beestje aan? Uit het niets, van achter. Van achter, ja, maar deed hij vleugels, wat deed hij? Weet niet, het was 2 seconden. Sterker nog, het was later ook nog in het nieuws. Ik ben zelfs geïnterviewd door Hart van Nederland. En dat was, het schijnt een terroruil te zijn. Terror Oehoe, ken je dat verhaal? Nee, eigenlijk niet. Oh, in Nederland was het een terroruil. Okay. En die vielen mensen aan en het was in de omgeving Purmerend. En wij vlogen daar bij de Beemster, dat is een plek daarnaast, in het weiland, boven Purmerend, noord ongeveer. Toen daar werden we aangevallen. Had je een verwonding of iets in die richting? Of? Een oog blind? Nee. Hm. Nee, geen verwonding. Geen verwonding. Hij is vooral in zijn gezicht aangevallen. Ja. Oké, maar echt een heel lul verhaal over waar het precies was, maar ik wil weten van die uil. Een uil valt je aan. Waarom? Een uil? Hoe? Ja. Zeg je uil? Uil? Hoe schrijf je het? Het is uil. Uil? Uil. Uil. Oh? Nee, uil. Nee, uil viel Friesland, ons aan. Hè? Maar ja, toen heb ik zo'n idee. Dat mag. Hoe is het? Uil? Uil. 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 Gewoon snel. Uil. Nee, niet uil. Het is een uil. 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 Ja. Nou, oké. Dat beest. Ja. Hoe? Je had er niks aan over. Nee. Nee, brandplek. Een soort van, als je op wind krat, zeg maar. Ja, meestal uilen die slaapt toch dan in een boom op het was september. Het was september. Nee, ik vind het zo'n lul verhaal, sorry. Ik ga voor niet waar, denk ik. Ik zet 7k in. 7k? Marijn, wat ga jij doen? Niet zoveel hoor. 12. Nou Pieter, verlos ons alsjeblieft uit ons lijden, want iedereen hier in deze zaal wil dit heel graag weten. Het is niet waar. Yes! Maar die uil, dat is echt gebeurd. Ja. Tenminste, atletieke sporters aangevallen. Je dacht, daar moet ik wat mee. Ja. Dat lees ik, dat wordt het. Ja, staat dat al in het nieuws, het was echt zo. Ja. De uil, die bestaat. Ja. Oh, oh Pietertje. Er zijn er 2 volgens mij. Is het ja? Wat moet ik wisselen? Kijk eens. Laatste 30. 30. 30. En 32. Dus een slechte start, maar uiteindelijk sta je nu voor. Daarom. We hebben een ronde 3 en daarin kan nog alles gebeuren. Toen ik 14 was, brak ik in een drugswoonboot. Omdat je zelf een gebruiker was? Ja, nee. Ik heb nog nooit gebruikt. Weet je wat het was? Kijk, ik woon op dat moment in Hilversum en iedereen wilde erbij horen. En iedereen zat aan de drank en aan de drugs en de hele mikmak. En ik ben daar dus echt helemaal niet van. Dus op een gegeven moment toen, ja, je moet je toch zelf een beetje bewijzen op die leeftijd. Een beetje iets geks uithalen. Dus wat gebeurde er? Ik ging vader met vriendinnetje op de Loosdrechtse plassen. Kwamen we woonboten tegen. En op 1 woonboot dacht ik, nou, dat is helemaal verlaten, helemaal vervallen. En toen op een gegeven moment dacht ik, weet je, dan ga ik inbreken. En toen op een gegeven moment was er een soort steigertje. Dus ik ging daar overheen lopen met mijn blote voeten. En toen zag ik een baksteen. En toen heb ik keihard die baksteen zeg maar door die ruit heen geslagen. Ben je helemaal gek geworden? Ja, ja, precies. Ja, dat dacht ik later ook. Maar dus ik brak daarin. En toen ging ik met mijn blote voeten in dat glas staan. Dus mijn hele voet staat ook onder het bloed. En op een gegeven moment zag ik allemaal van die Bob Marley teksten achtig op de muur staan. En dan met bloed op de muur en van alles en nog wat, gaten in de grond. En ik dacht, ik moet er zo snel mogelijk weg. Dus toen waren we met het bootje, terwijl er nog een gat in het glas zat van de woonboot, gingen we zo snel mogelijk weg. Maar waar is de drugs? Nee, ik heb geen drugs gezien, maar je zag wel echt dat het gewoon een drugswoonboot was. Oh, je zag echt dat... Dat heb je wel verzonnen. Ja. Vanwege de Bob Marley. Ja, dat heb ik verzonnen, ja. Ja, oh, ja okay. Precies. Dat Bob Marley echt een goed zak was. Ja. Ja, nee, maar die stond wel bekend om dat hij af en toe een heis nam, zeg maar zo gezegd. Ja. En je was toen 12?
Nee, ik was toen 14. Okay. Ja, je moet wel opletten. Ja. Ja. Oké, op een drugsboot. Omdat een Bob Marley... Ja, en bloed aan de muren. Het is wel een beetje aangedikt. Maar oké, jij dacht dus... Nou, het is niet aangedikt, want het is waar gebeurd. Maar je weet, drugsboot, omdat er Bob Marley tekst aan... Met bloed aan de muur, gaten in de grond. Dat is een beetje alsof je Bob Marley een crack junk noemt. Weet je het wel. Hij rookt af en toe een beetje wiet. Ja. Nou, dan ben je toch wel een junk als je wiet rookt. Dat is namelijk de belaming van... Ja. Nou, niet mee eens. Maar, oké. Ik weet niet of we dit erin moeten schrijven. Oké, hoe lang was je op die boot? Hoe lang? Ja, ik denk een half uurtje of zo. Een half uurtje? Ja, maar het was een grote woonboot. Dat is heel lang. Ja, dan gewoon even koekeloeren. Echt heel lang. Ja, maar de tijd gaat snel dan, hè? Want je prikkels, je bent een beetje bang, een beetje spannend. Kom op, ik was 14, vriend. Ja, ik weet het. Ik weet al wat het gaat doen. Het is wel lang. Ja, voor als je, maar als ik bloed aan de muur zie... Maar jij hebt in die half uur alleen maar Bob Marley gezien. Wat? Bob Marley, in een half uur tijd heb je alleen Bob Marley gezien. Nee, ik heb niet alleen Bob Marley gezien. Ik durfde gewoon niet. Wat was er op een tv? Nee, kijk, weet je wat het ding was? Eerste 10 minuten, wil je een soort schema hebben, dan krijg je van mij Nee, schema. Nee, wacht, eerste 10 minuten, laat ik ging even laat die mij de vraag stellen. Ja, oké, prima. Wat heb je nog meer gezien in die woonboot? Op die woonboot? Allemaal gaten in de grond. Het was lek. Ja, ik weet niet of het lek was. Wat voor gaten? Kogelgaten? Nee, gewoon gaten, als in gewoon hele grote gaten. Misschien van, dus als je erin ging, ja, dan knalde je gewoon naar beneden. Wat denk jij? Ja, jongen, het wordt steeds vager. Pieter, jij hebt een oordeel geveld, mag ik? Ja, ik hopen dat het niet waar is. Pieter, zet in alsjeblieft. Dit is de laatste. Ik ga al in. Ja. Op niet waar. Spannend. Ja. Op waar? Oké. Okay. Interessant. Waar? Terwijl ik het eigenlijk niet geloof, maar een beetje spanning. Interessant. Ik ben heel benieuwd. Ja, het is niet waar. Alles inzetten. Ja, wel, ik wil dik winnen van jou. Pak je kaartje op en laat ons weten of het wel of niet waar is. Het is waar. Yes! Ja, je bent knettergek. Ja, dat weet ik. Oh my god. Ja, dat weet ik. Dat doe je toch niet als je 14 bent? Nou, blijkbaar wel. Ja, jij baalt, hè? Zo, wat vond ik het heerlijk toen jij zei niet waar. Ik denk, lekker voor jou. Maar je verhaal klopt ook niet. Nee, het verhaal klopt wel. Je was er niet bij. Pieter, zou jij alsjeblieft jouw fiches allemaal de kant van kom maar hierheen, heerlijk. Ja? Dankjewel. En we gaan het grapje toch weer maken. Pieter, wil jij even je fiches stellen alsjeblieft? Dat zijn er nul. Nee. Want er is één iemand met een slecht begin, maar die goed eindigt. Ik heb gehoord dat dat vaker gebeurt. 64 fiches. Goed gedaan. Goed, deze aflevering. Gewonnen, Marijn. Hoe voelt dat? Nou, voelt echt een klein applausje kan geen kwaad. Ja, hè? Nou, dank je. Een klein applaus voor deze doen. Vooral nadat ik werd afgeblaft op een slechte verhaal. Ja, het was nog steeds een slecht verhaal. Maar en zo ga je met de winst naar huis. Ja. Marijn, gefeliciteerd. Dank u. Heel goed gedaan. Roos, gefeliciteerd. Een goede tweede plek. Dank je wel. Pieter, gefeliciteerd. Gestreden tot het einde. Ja. Met echt uiteindelijk een kutverhaal, maar prima toch? Ja, ik denk dat jij als ultieme winnaar toch uit de aflevering komt, want en je bent heel likeable op deze manier. Jullie bedankt voor het kijken. Laat nog even in de comments weten wat jullie van Pieters verhaal vonden. Geloofden jullie hem wel of niet? Ik denk dat ik het antwoord wel weet. Vergeet niet te abonneren en we zien jullie volgende week weer hier op Slam. Later.